Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. Ik heb meestal zo net naar mijn moeder toe gebracht. Nu sta ik op het punt om boodschapjes te halen. Ik hoef gelukkig geen grote boodschappen te halen, maar ik moet gewoon de basisbenodigdheden halen. En daarna ga ik naar huis. Guys, mijn huis is één varkensstal. Het is gewoon echt niet normaal hoe heftig het is. Jullie gaan het zien. Jullie gaan het echt zien. Dus zodra ik thuis kom, ga ik gauw lunch voor mezelf klaarmaken. En daarna ga ik opruimen. En zodra mijn hoofd rustig is, kan ik in alle peace studeren. Want ik kan echt niet studeren als ik in een varkensstal zit. Ik kan het gewoon niet. Ik zat nog te twijfelen, ga ik naar de bieb? Maar toen dacht ik, nee Kim, want dan ben je gewoon aan het weglopen voor de troep. Ruim die troep op en daarna ga je in alle peace studeren. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu gauw naar Appie en Lidl en daarna gauw naar huis, want er staat echt genoeg op mij te wachten. Nou guys, ik ben bij de Appie aangekomen. En guess what? Ik ben mijn portemonnee vergeten! Oh, ik wil gewoon nu bij mijn huis blijven. Dit is echt zo vermoeiend. Ik moet echt die dinges op mijn telefoon zetten, want ik ben echt ouderwets. Ik wil het, ik vertik het gewoon om die Apple, hoe heet dat ding? Dat ding, ik weet niet eens hoe het heet. Ik moet het echt gaan installeren, want dit heb ik te vaak. Dan moet ik nu weer naar huis. Inmiddels weer thuis en ik ben helemaal klaar met deze dag. Dus niks loopt lekker, want ik dacht net even boodschappen te gaan halen. Ik vergeet mijn pinpas. Oké, kan gebeuren. Ik woon gelukkig niet ver van de winkel. Ik heb misschien maximaal 5 minuten vertraging. Geen probleem. Oké, dan nu. Ik doe mijn boodschappen bij de Appie. Prima, nu wil ik naar de Lidl gaan. En bam, ik sta in de rij. Pinstoring. Ik had gewoon echt zin in de spullen die ik gehaald had. Dus ik dacht van, nou ja, weet je, ik wacht wel. Oké, zijn we weer 5 tot 10 minuten verder. Oké, dan nu kom ik weer terug in die hete auto. Rij ik naar mijn huis, ben bijna in mijn straat en bam. Maak ik bijna, ik zo close, een auto-ongeluk. Wanneer ik zeg maar terug naar huis rij, dan heb ik eigenlijk het verkeer mee. Want ik kom van alle kanten van rechts, dus ik hoef nooit voorrang te verlenen aan niemand wanneer ik vanaf de supermarkt terugrij. Wanneer ik heen rijd, moet ik wel voorrang verlenen, maar terugweg hoef ik dat nooit te doen. Oké, nu ik rij. Ik zie één dikke Audi Q7, ramen omlaag, twee jonge meids druk doen in die auto. Druk doen. Dus ik dacht al, deze gaan mij sowieso niet zien. Dus ik rij, maar ja, weet je, ik ga geen 10 km per uur rijden. Ik rij gewoon wat ik mag rijden. En ik ga je wel gewoon laten schrikken, zodat je de volgende keer weet als je hier rijdt, dat je me gewoon voorrang moet geven. Dus nu ik rij en ik, als ik niet was gestopt, had ik ze sowieso aangereden. Ik zeg je eerlijk, als ik schade aan mijn linkerkant van mijn auto had, was ik gewoon doorgereden, laten ze gelijk alles betalen. Dus ik rij en ik tuter keihard voor ze nu, hun stoppen ook. En ze beginnen meteen voor mij te flashen van wat. Dus ik zeg van luister, dan zie je niet dat ik van rechts kom. Als ik was doorgereden hadden we gewoon een ongeluk gemaakt. Ik kom gewoon van rechts, dus je moest mij gewoon voorrang verlenen. Toen zei ze helemaal niet, ik hoef helemaal niks. Dus op een gegeven moment zei ik van jij hebt overduidelijk of geen rijbewijs of je hebt het gewoon gekregen van iemand. Want je klinkt echt dom op dit moment. Dus toen, ze maakte meteen de auto open. Ze, wat zeg je? Stap uit die auto dan. Maar het erge was, ik moest keihard op mijn rem gaan. Waardoor die man die achter mij reed, mij bijna had geraakt. Dus zijn hoofd was sowieso al heet. Nu, ze komen naar mij toe lopen. Ze zeggen, stap uit je auto. Dus nu hoor ik opeens een deur boep open gaan. En zeg, ga in je fucking auto. Ik heb haast. Je had al geen voorrang. Die vrouw die voor me rijdt heeft gewoon gelijk. Rij je fucking auto of moet ik je de auto weer inslingeren. Domme wijven.
Dus ik keek. Hij zegt, ik haat dit soort wijven. Ik haat dit. Dus nee, kijk naar hem. Ik schrok. Dus nu, die chickies beginnen gelijk letterlijk hun auto in te rijden. En ze beginnen te gassen voor hun leven. Ze hadden zwaar overtoeren gemaakt. Er kwam gewoon zwarte rook uit die auto. Ik dacht echt, damn. Wanneer je tieners je auto geeft. Nee man, dit was het gewoon echt niet. Hij zegt, dus ik keek naar hem. Ik zeg, damn. Hij zegt, nee man. Ik haat dit soort domme wijven wanneer ze een auto van hun oom of papa krijgen. Dat ze gelijk denken dat ze de hele wereld aan kunnen. Nee man. Stap ik in mijn auto. Nu ik kijk naar rechts. Ze rijden gewoon bijna weer iemand aan. Echt waar. Echt belachelijk gewoon. Echt belachelijk. Maar goed. Anyway, ik ben eindelijk thuis. Ik laat eventjes mijn boodschapjes aan jullie zien. En dan hoop ik dat het vanaf nu gewoon weer goed gaat. Because this ain't it, guys. Serieus. Ik kan dit gewoon niet meer. Anyway, ik heb brood gehaald. Ik heb ijsbergsla gehaald. Noedels. Hier had ik echt trek in, dus dit ga ik straks lekker eten. Haring. Van die sandwich plakken gerookte zalm. Had ik ook echt zin in, dus dat ga ik straks ook eten. Ik heb weer banaantjes gehaald. Even kijken van die frieslollies. Kaas. Ik had weer knijpfruit nodig voor de jongens. Had ik deze had ik in mijn persoonlijke bonus, dus heb ik gelijk een paar van gehaald. Zo, mijn afwasmiddel was bijna op, dus daar heb ik er ook twee van gehaald. Avocado, kaneel en houdbare melk. En dan het tweede zak. Dit komt van de Lidl. Kwam ik dus deze kipnuggets tegen. Het lijkt gewoon letterlijk op die van de McDonald's. En als dat zo is, ga ik zo gelukkig zijn. Want die kipnuggets van de McDonald's zijn gewoon de lekkerste kipnuggets ever. En het lijkt gewoon letterlijk op die doos. Het is ook... Oh nee, dit is 12 stuks. Het lijkt op die doos van 20 stuks. Maar dit en dan krijgen we er dus ook barbecue saus en zoetzure saus bij. Nou, ik ben echt benieuwd. Ik heb ook Red Bull gehaald. Wilde persikken. Ik vind Cyrano heel lekker. My favorite wings. Deze zijn zo lekker. Ik haal maar gewoon mild. Omdat de jongens dan ook kunnen mee eten. En spa flesjes. En last but not least. Roombrie. Ik wou nog weten wat die roombrie kostte, maar ik kon geen prijs vinden. Maar ik zie nu dus dat deze roombrie €1,99 kost. En normaal koop ik het volgens mij bij de Appie voor bijna €3. Dus dat is wel echt cheapa. Oké, nou ik ga mijn boodschapjes opruimen. Ik had de oven eigenlijk al aan moeten maken. Dat doe ik dan nu. En daarna ga ik lekker lunchen. En dan ga ik eindelijk mijn huis opruimen. Want het is nodig. Het is zo nodig. Walnoten en honing. Zo echt. Ik ga er zo goed op. Voorheen had ik eigenlijk gewoon roombrie met bagel. Of met wat voor brood dan ook. En dat vond ik echt super lekker. Maar iemand zei probeer een keer walnoten en honing. En vanaf die dag eet ik het altijd. Het is zo lekker. Maar het is te machtig om twee ervan te eten. Dus heb ik het gecombineerd met een andere bagel. En oh, het was echt belachelijk lekker. En nu ga ik beginnen aan de woonkamer. Want het is echt, echt, echt de troep. Mensen zeggen altijd van hoe is je huis altijd netjes? Nou jongens, dat is het echt niet altijd hoor. 9 van de 10 keer wel. Omdat ik gewoon kortsluiting krijg als het niet netjes is. Maar nu,
Wauw, het is gewoon too much. Het is gewoon too much. Ik ga jullie precies laten zien hoe het er ook uit kan zien. En voor heel veel mensen is dit niet erg. Ik moet wel vertellen, de vloer heb ik vanochtend meteen opgeruimd. Want ik wil me niet mijn nek breken over dingen. Maar oké, we beginnen. Ik weet niet wat er met meestal zijn boxkleed is gebeurd. Maar het is helemaal zo. Dus dat moet ik ook even gaan fixen. Dan hier zo de tv-meubel. Er liggen allemaal dingen op die er totaal niet thuis horen. Dus dat moet ik eventjes opruimen. Doekje erover. En dan hebben we dit. Ik snap niet waarom dit zo is gegooid. Dit hoor je gewoon te vouwen. Nou, dan heb je de bank. Valt nog mee. Het enige, de bank. Genoa speelt continu met die kussens. Dus kijk, dit hoort onder. En dan denk ik dat ik al die bankkussens ook kan weghalen. Want kijk, verdwijnen allemaal dingen onder die bank. Dus dat is allemaal niet de bedoeling. En dan heb je hier mijn lunch van de ochtend. Random een broek van Mason. Pakketjes hier, hier. Super veel pakketjes. Dit is de face doos, ballonnenpomp. Dat kan gewoon naar de schuur. Dan heb je hier de eettafel. Allemaal kruimels van ontbijt van Noah. Hier heb je ook nog kleding. Dat was eigenlijk bedoeld voor in de tas van Noah. Maar Cyrano had zijn tas al ingepakt. Dus in principe kan ik dit weer naar boven brengen. Die bar zit ook met allemaal spullen. Ja, het is in principe niet zo dramatisch, maar het is gewoon niet als hoe het moet zijn. Nou jongens, het is weer netjes. Meneer is thuis. Great job, girl. Nou guys, ik ben klaar met opruimen. Ik heb mijn wasjes gedaan, alles heb ik gedaan. Cyrano is naar thuis gekomen, hij heeft lekker eten meegenomen. Dus ik hoef niet te koken. Maar ik heb het idee dat het een super korte vlog is. Dus ik check morgen weer bij jullie in.
kom net van mijn werk. En vandaag was het niet zo druk. Het is momenteel 3 uur. En ik zat na te denken, ik wil eigenlijk het liefst nu gaan slapen. Maar dan ga ik pas kunnen koken als de kids thuis zijn. En dat wil ik niet. Wanneer de kids thuis zijn, wil ik gewoon eten. En daarna gewoon met de kids bezig zijn. Dus ik ga nu, ik heb nu nog 2,5 uur de tijd. Voordat ik ze moet ophalen. Dus ga ik nu wel eventjes, ik denk een half uur op de bank zitten. En daarna ga ik richting de keuken en ga ik lekker koken. Dus ja, dat is mijn planning voor nu. Dat ga ik nu doen. Ik ga nu lekker met de voetjes op de bank. En daarna ga ik richting de keuken. Nou jongens, ik ben inmiddels een uur verder. Ik zou eigenlijk een half uurtje op de bank liggen. Maar Cyrano lag zo lekker op bed. Dus dacht ik van, laat maar even bij hem liggen. En toen ben ik voor een half uur in slaap gevallen. Toen ging mijn wekker. En toen dacht ik, heb ik het versteld naar een half uur. En nu ben ik wakker. Meneer slaapt nog. En ik ga nu lekker koken. Ik ga jullie even neerzetten. Mijn licht eruit, man. Zomaar aan. Deze mag wel aan. Ik heb gauw iets makkelijks aangetrokken. Want ik had de hele dag gewerkt in die kleren. Dus ik dacht, laat maar eventjes snel iets aandoen. Ik heb gewoon jumpsuit aan. En het zit echt heerlijk. Wat ga ik vandaag eten? Vandaag ga ik mijn favoriete Surinaamse gerecht maken. Dat is namelijk brobonchi. A.k.a. bruine bonen. Heerlijk. Daar heb ik echt heel erg zin in. Ik heb het al een tijdje niet gemaakt. Oh, er is een vlieg in die keuken. Zo vermoeiend. Kijk, ik heb al kipduinfilet ontdooid. Dus dan gelijk door. Dus let's make some brobonchi with me. Een beetje peper aan de zijde, you know. Alsjeblieft. Nou jongens, moment van de waarheid. Ik ben benieuwd. Ik hoor al goede geluiden. Het is veel te heet. Lekker naar. Het is een beetje te stut allemaal. Het is een beetje heet. Nou guys, we hebben net lekker gegeten. Ik kom net uit de douche. Ik heb mijn haren gewassen. Het is weer helemaal. En ik ga nu mijn haar twisten. Dus ik pak eventjes al mijn spulletjes klaar. Het is volgens mij alweer een tijdje geleden dat ik heb laten zien hoe ik dat doe. Dus ga ik even laten zien welke producten ik gebruik. Oké, ik heb alles gepakt wat ik nodig heb. De onderkant beginnen. Als
eerst ga ik mijn haar uitkammen. Ja, dan gebruik ik een leave-in conditioner. Daarna gebruik ik deze Curl and Style Milk. Daar zet ik niet zo heel veel van in. Dat is best wel dik. Zo, dan heb ik mijn haar weer uit. En daarna gebruik ik deze Jamaican Black Castor Oil. Deze gebruik ik echt al like forever. Echt heel fijn. Daar zet ik ook niet te veel van. En last but not least gebruik ik deze gel van Eco Styler. Dat je de bovenkant goed strak aandraait, want anders wordt dat niet meegepakt en dan heb je echt zo'n spatie, zeg maar, dat is lelijk. De onderkant draait nog een beetje. Zo, dat witte zou ik gewoon zo laten. Dat trekt vanzelf weg. Want als je dat gaat weghalen, dan haal je het product uit je haar. En als je het zo laat, dan trekt het gewoon in je haar. En je wilt natuurlijk dat het product in je haar blijft. En mijn wasmachine staat aan, dus excuse me for that. Oké, guys, ik ga nu de rest van mijn haar doen. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Nou guys, ik ben inmiddels klaar met mijn haar. Zo ziet het eruit. Ik laat het nu heel eventjes zo drogen. Als ik ga slapen, dan ga ik wel iets van een hairbonnet opdoen. Zodat mijn kussen niet nat wordt. En... Mama? Ja, Noah? Ik moet mijn telefoon halen. Wie's telefoon kom je halen? Ik alleen. Ja, is prima. Papa is beneden om zijn eigen telefoon te kijken. Oké. Dus je eigen telefoon hebt, hè? Hè? Als ik klaar ben met mijn gezicht, ga ik weer naar beneden. Nou, ik ga me eerst aankleden, want ik heb niets aan. Behalve een baddoek om mijn lichaam. En... daarna gaan we naar beneden, gaan we een film kijken. Noah mocht een film op Disney Plus uitkiezen. En hij wou natuurlijk weer naar The Lion King kijken. Maar ja, dat gaan we niet weer doen. Moet wel leuk blijven. Dus heeft hij voor de film Up gekozen. En toevallig vind ik Up een hele leuke Disney film. Dus ja, gaan we zo kijken. Naar bed te gaan, dus daar ben ik al super blij om. Dus ja, ik hoop dat we dat kunnen vasthouden, want ik voel het wel hoor als ik moet opstaan. Ik voel het echt die vroege dagen, maar ik vind het zo heerlijk dat ik die vroege diensten heb.
Dan ben ik gewoon lekker tussen 3 en 4 uur thuis elke dag. En net zoals vandaag kon ik de vlog gewoon afmaken. Dus het is echt heel fijn. En misschien dat ik dit vaker ga doen. Zo kan ik wat meer vlogs maken in de week. Zo. Oh, dit was wel echt even lekker hoor. Maar goed, lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet zeker geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan wil ik je heel graag zien.